Goed, welkom iedereen. Het is een groot plezier om jullie allemaal online uit te nodigen voor dit webinar Nut en Noodzaak van Dierproeven. We beginnen met een paar feiten en getallen. Christine, je moet je geluid even aanzetten. Mute. Ik heb het aan mute. Ja, wij kunnen je gewoon horen, Christine. Ga maar door. Kan je horen? Ja, dacht ik ook. Oké, we beginnen met wat feiten en getallen. Proefweer wordt gebruikt voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, wettelijk vereist toxiciteitstesten en veiligheidstesten en toepassingsgericht onderzoek. En het is belangrijk om te realiseren dat de proefdieren worden verdeeld over ongeveer deze toepassingen allemaal gelijk. Ook de aantal dierproeven neemt geleidelijk af. In 2018 waren er zo'n 450.000 dierproeven geregistreerd. Dat is 15% minder dan 2017 en 16% minder dan gemiddelde jaar daarvoor. 92% van de dierproeven betreft knaagdieren, dat zijn muizen en ratten, vogels of vissen. Honden en katten, paarden en apen worden gebruikt voor minder dan 0,4% van de dierproeven. En in de EU wordt geen mensapen gebruikt voor wetenschappelijk doeleinden. Waarvoor wordt deze dierproeven gebruikt? Dat zijn vooral wettelijk verplicht testen voor de veiligheid van chemische stoffen en producten, de veiligheid en werkzaamheid van medicijn voor mens en dier. Ze wordt gebruikt als model voor de mens wanneer het niet mogelijk is om mensen effectief voor onderzoek in te zetten of dat ethisch niet kan. De ontwikkeling van moderne operatietechnieken zoals bijvoorbeeld heupvervanging, orgaantransplantaties en onderzoeksmethoden zoals CT-scanning, MRI-scanning, die zijn allemaal met dierproeven ontwikkeld. Bestudering van werking van aandoening van de hersenen en het immuunsysteem en het proces van veroudering en het ontstaan en behandeling van kanker. Vanavond gaan we deze onderwerpen onder de loep nemen. Maar ook niet te vergeten de bestudering van dieren in de natuur, zoals het gedrag van trek- en zangvogels, voortplanting van zoogdieren en vogels en dergelijke. Wij gaan dat vanavond niet meenemen in onze gedachten. Dit gaat vooral om de medische toepassingen van proefdieren. En natuurlijk, dierproeven worden in Europa alleen toegelaten als er geen passend alternatief is. Wat zijn de wet en regelgeving? Nou, het is belangrijk om te realiseren dat iedere instelling waar proefdieren plaatsvinden, zijn verplicht om een instellings- en projectvergunning te hebben. Zo alle 79 universiteiten, universitair medisch centrum, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven zijn in bezit van deze vergunningen. Voor elke project met dierproeven is een apart projectvergunning aangevraagd worden bij de Centraal Commissie Dierproeven. Ook 4 instanties zijn betrokken bij die aanvraag, toetsing, goedkeuring en toezicht op proefdieren. Ik zou ze niet allemaal noemen, maar ze zijn in de factsheet van de KNW waar deze getallen vandaan komen. Maar dierproefbeleid is verankerd in een bepaald EU-richtlijn. En dat EU-richtlijn is gericht op de implementatie van de 3V-principes. Dat zijn nummer 1, vervanging van dierproeven door dierproefvrije methode, vermindering van het aantal dieren per proef, voor zover methodologisch verantwoord is, en verfijning van dierproeven, waardoor het ongericht voor proefdieren zoveel mogelijk wordt beperkt. Dus de credo is zo min mogelijk zoveel nodig. Dus in het programma vanavond hebben we 4 sprekers en die zullen allemaal over hun eigen onderzoek spreken. Dit zijn de 4 sprekers. Ton Schumacher van de NKI, Alexandra Badura van de Erasmus Medisch Centrum, Ron Fouché ook van het Erasmus Medisch Centrum en Jan Hoijmakers daar ook. We beginnen met Tom Schumacher, en het eind van de avond hebben we een discussie. Ja, dank je, Christine. Ik moet mijn scherm uitzetten. Ja. Dan geef ik de scherm aan Tom.
Vergeet niet je vragen als ze er zijn in de Q&A-functie te zetten. Goedenavond allemaal. Wat ik vanavond wil doen is kort bespreken hoe immuuntherapie van kanker zich in de afgelopen periode ontwikkeld heeft. En met name ook aangeven hoe proefdieronderzoek daar een cruciale rol in heeft gespeeld. Wat u voor u ziet is een afweercel, een T-cel, mijn favoriete celtype, die een kankercel aanvalt. Immuuntherapie wordt nu gezien als de vierde centrale vorm van kankerbehandeling naast chemotherapie, bestraling en chirurgie. En dat is iets wat over een periode van slechts een aantal jaren is veranderd. Wat ik hier laat zien is de fractie van kankerpatiënten waarbij therapie met immuuntherapie daadwerkelijk baat heeft. Waar patiënten een tumorregressie laten zien of zelfs complete tumorregressie. In 2011 was immuuntherapie van kanker eigenlijk nog niet bestaand. Maar een heel kleine fractie van de patiënten had daar een baat bij. Maar dat is over een periode van minder dan 10 jaar aanzienlijk veranderd. En op dit moment is ongeveer 12% van de patiënten met kanker. Patiënten met melanoom, longkanker, niercelkanker, blaaskanker en ook heel veel andere vormen van kanker die baat hebben bij behandeling met immuuntherapie. En gezien deze hele dramatische doorbraak van immuuntherapie heeft het blad Science een aantal jaren terug immuuntherapie ook uitgeroepen als breakthrough of the year, iets dat ze jaarlijks doen. En hier ziet u zo'n voorbeeld van een afweercel die geactiveerd wordt. Wat u ook kunt zien is dat een specifiek type afweercellen wordt genoemd, T-cellen. En inderdaad, de vorm van immuuntherapie die op dit moment de grootste klinische impact hebben, zijn vormen van immuuntherapie waarbij T-cellen worden geactiveerd. Maar ik voorzie dat in de komende jaren ook vormen van immuuntherapie waarbij andere afweercellen worden geactiveerd een steeds belangrijke rol gaat spelen. Wat ik graag wil doen in de komende slides is ten eerste aangeven hoe proefdierenonderzoek essentieel is geweest in deze eerste transitie waarin immuuntherapie in eerste instantie niet relevant was en nu een aanzienlijke relevantie heeft gekregen. Maar ten tweede ook aangeven hoe verder proefdieronderzoek naast alternatief biomedisch onderzoek essentieel zal zijn om de waarde van immuuntherapie nog verder te verhogen in de komende jaren. Een collega van mij die beschreef immuuntherapie ooit als volgt. Bij immuuntherapie val je niet direct de kankercellen aan, maar probeer het afweersysteem zo te helpen dat het afweersysteem in staat is om kankercellen aan te vallen. En zo heb ik het hier ook omschreven. Activeer afweercellen, zodat deze in staat zijn om kankercellen te doden. Het feit dat immuuntherapie via deze indirecte route werkt, geeft ook aan waarom proefdieronderzoek zo'n essentiële rol speelt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld chemotherapie, waarin we direct willen weten of een bepaald molecuul kankercellen kan doden, willen we hier weten of de immuuntherapie afweercellen kan activeren. En daar zijn complexe systemen voor nodig. Het afweersysteem bestaat uit een groot aantal verschillende celtypes. Hier laat ik een macrofaag zien, een dendritische cel, een neutrofiel en mijn favoriete T-cellen. En ik zal inderdaad alleen maar verder focussen op deze T-cellen. Als we nu kijken hoe deze T-cellen in het lichaam worden geactiveerd, dan is dat een activatieproces dat over meerdere orgaansystemen plaatsvindt. T-cellen reizen door het bloed en komen dan zo nu en dan in de lymfklieren terecht. Dat zijn die bobbeltjes die u kunt voelen in uw hals als u verkouden bent. En in die lymfklieren praten T-cellen dan met antigenpresenterende cellen, dendritische cellen. En deze cellen vertellen de T-cellen of ze wel of niet geactiveerd moeten worden. Op het moment dat T-cellen geactiveerd worden, verlaten ze de lymfklier en reizen ze door de bloedbaan naar de plek waar er iets gaande is, in dit geval een tumor. Daar verlaten ze de bloedvaten en dan in dit voorbeeld lossen ze dan lokaal de tumor op. Nou, zoals u zult begrijpen, een proces wat zich afspeelt over meerdere orgaansystemen, in eerste instantie de lymfklier, dan de bloedbaan en dan vervolgens in het perifere weefsel, is moeilijk in een weefselkweekschaaltje na te bootsen. En daarom moeten we dit vaak ook in proefdieren onderzoeken. Om twee belangrijke voorbeelden uit dit type onderzoek te highlighten. In de jaren 90 waren er twee onderzoekers, Jim Allison en Tasuku Honjo, die zich afvroegen of de functie van T-cellen werd gereguleerd door een aantal van de eiwitten die zij op een oppervlak tot expressie brengen. En om de onderzoeksvraag van Jim Allison heel kort samen te vatten, zijn cruciale vraag was, is een molecuul genaamd CTLA-4
een rem op T-celfunctie. Oftewel, is het feit dat dit molecuul aanwezig is en kan signaleren een reden waarom T-cellen minder actief zijn dan ze anders zouden kunnen zijn. En heel vergelijkbaar vroeg de zoeker Honjo zich af of PD-1 ook een rem op T-celfunctie was en of op het moment dat je PD-1-functie zou remmen, of T-cellen actiever zouden kunnen worden. Om dit te bestuderen, greep Jim Allison naar een aantal proefdiermodellen, waarin hij probeerde om muizen te behandelen met een molecuul, een antilichaam, dat het C4-eiwit kon blokkeren, om op die manier te kijken of afweersfunctie versterkt werd op het moment dat deze mogelijke rem niet meer actief was in de muizen. En dit is dan in een cartoonachtige opzet de proef zoals dit toen gedaan is. Muizen waarbij een T-cellen natuurlijk aanwezig waren, maar ook tumorcellen, en waarbij normaliter die remmen op de afweercellen aanwezig zijn, werden behandeld met een antistof dat deze C4-rem kon blokkeren. En vervolgens keken de onderzoekers of er na injectie van deze antistof, waarbij alle remmen werden geblokkeerd, of de kankercellen verdwenen. En dit bleek inderdaad het geval te zijn. Door het afweersysteem te behandelen, kon indirect de tumorcellen worden aangevallen. Tezuka Honjo benaderde zijn hoofdvraag op een iets andere wijze. In plaats van injectie van een antilichaam, besloot hij een muis te maken waarbij het PD-1-checkpoint waarin hij geïnteresseerd was, niet langer aanwezig was. Een genetisch gemodificeerde muis waarin deze mogelijke rem op de T-cellen was verwijderd, om te kunnen kijken of de afweersfunctie in de meeste muizen nu verbeterd was. En dat is hier in een cartoonachtige wijze wederom weergegeven. In deze muizen zijn T-cellen aanwezig, maar deze hebben nu niet langer het PD-1-eiwit. En vervolgens kon zijn onderzoeksgroep laten zien dat op het moment dat het PD-1-eiwit afwezig was in deze muizen, tumorcellen ook werden opgeruimd. En deze onderzoeken vormen de inspiratie voor een zeer uitgebreide onderzoekslijn, zowel in Europa als in Amerika als in Azië, waarin zeer overtuigend werd aangetoond dat eiwitten zoals PD-1 en CTLA-4 een rem op de afweerfunctie zijn. En op het moment dat je met medicijnen in staat zou zijn om deze rem te blokkeren, kon je een sluimerende afweerfunctie versterken. Op grond van die kennis zijn vervolgens een aantal antistoffen ontwikkeld, in eerste instantie in preklinisch onderzoek en vervolgens in klinische studies. En daarin is laten zien dat behandeling van kankerpatiënten met deze geneesmiddelen een zeer aanzienlijk therapeutisch effect kan hebben. In eerste instantie bij patiënten met melanoom, kwaadaardige huidkanker, maar later ook bij patiënten met longkanker, blaaskanker, niercelkanker en hele vele andere vormen van kanker. Om even terug te komen op die klinische waarde van immuuntherapie. Het grafiekje aan de rechterkant heb ik u eerder reeds laten zien. Laten zien hoe sterk er een toename is in de fractie van de kankerpatiënten die baat kunnen hebben bij immuuntherapie. Aan de linkerkant heb ik een ander grafiekje daarbij gezet, waarbij ik zichtbaar maak hoe de overleving van patiënten met kwaadaardige huidkanker, melanoom, in een periode van slechts een aantal jaren zeer significant is toegenomen. Dus dit zijn geen data uit klinische studies. Dit is een real world population. Een data van het Nederlands Melanoom Treatment Registry. Wat je hier kunt zien is de overleving van patiënten met uitgestaaid melanoom, stadium 4 ziekte. En dan gestratificeerd op grond van het jaar waarin de diagnose werd gesteld. En wat u kunt zien is dat ieder jaar is er een toename in de levenswinst. En als we kijken bijvoorbeeld 2 jaar na diagnose, in 2013... was ongeveer 25% van de patiënten nog in leven na 24 maanden na diagnose. In 2016 was dit reeds gestegen tot meer dan 50%. Ik heb helaas geen meer recente data, maar ik denk dat we op dit moment nog iets hoger zitten. Op grond van de zeer aanzienlijke klinische impact van immuuntherapie hebben Tezuka Honjo en Jim Allison in 2018 ook gezamenlijk de Nobelprijs voor geneeskunde gekregen. Belangrijk, met de ontwikkeling van de remmers van PD-1 en CTLA-4 zijn we er nog niet. Er is meer te doen. Immuuncellen bevatten een grote collectie andere remmen. Hier laat ik wederom een T-cel zien met schematisch PD-1 en CTLA-4 molecuul weergegeven. Maar ook op T-cellen zijn nog heel veel andere oppervlakte eiwitten aanwezig die de functie van T-cellen
kunnen beïnvloeden. Daarnaast, ik noemde eerder dat er naast T-cellen ook andere afweercellen, zoals macrofagen, dendritische cellen, B-cellen aanwezig zijn. En ook deze hebben allemaal hun eigen collectie van remmen op hun oppervlak. En ook daar zal het zeer interessant zijn om te kijken of we de functie van het afweersysteem kunnen beïnvloeden door deze remmen te manipuleren. In heel veel gevallen zal het daarbij gaan in een poging om afweerfunctie te versterken, in het geval van kanker bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld bij auto-immuunziektes zijn we zeer geïnteresseerd in het stimuleren van deze remmen, om daarmee juist afweerfunctie in dat geval te onderdrukken. Als ik nou verder kijk naar de toekomst, is het dan aannemelijk dat we proefdieronderzoek naar immuuntherapie volledig kunnen vervangen door alternatieven. Op dit moment is er zeer veel onderzoek naar in vitro strategieën waarmee we een deel van immuunfunctie kunnen bestuderen. Om daar één voorbeeld uit ons eigen werk naar voren te halen, we hebben in de afgelopen jaren een systeem opgezet waarin we stukjes tumor van een patiënt kunnen nemen, deze in het lab kunnen kweken gedurende een korte periode en deze dan in het lab ook vervolgens kunnen behandelen en kunnen kijken of binnen de tumor van een patiënt immuunfunctie wordt geactiveerd door een dergelijke behandeling. Echter, hiermee kunnen we alleen dit laatste stuk van het proces modelleren. En om het gehele traject van immuuncelactivatie, reis naar de effector site en daar lokale functie te kunnen bestuderen, zullen we ook in de toekomst proefmodiermodellen nodig hebben. Dus in de komende jaren verwacht ik een toenemend belang van systemen waarin humaan materiaal gebruikt wordt. Maar de combinatie met proefdiermodellen zal essentieel blijven. En naar ik verwacht zal dat soort onderzoek in combinatie leiden naar betere behandeling van kanker, maar ook betere immuuntherapieën voor bijvoorbeeld auto-immuunziektes. En daarbij wil ik het graag laten. En dan wil ik graag het woord teruggeven aan jou, Christine. Dankjewel. Duidelijke presentatie. We hebben een aantal vragen. Er is één van... Sorry, ik start mijn video. Er is één van een van de luisteraars. Dat is, nu de principe van immuuntherapie bekend is, is het denkbaar dat de vervolgstappen in organs of patients on chip verder kunnen worden ontwikkeld. En misschien moeten we dat verbreden tot in vitro systeem in het algemeen. En je was enigszins op ingegaan in je laatste dia's, maar misschien wil je dat antwoorden. Ja, nee, zeker. Ik probeer nog even terug te gaan naar die laatste dia. Kijk, daar is die weer. Een deel van het proces kunnen we nabootsen in organoïde systemen, tumor culture systemen zoals we hier ontwikkeld hebben. Maar dit samenspel tussen die verschillende organen, dat valt op dit moment eigenlijk niet na te bootsen in een in vitro systeem. We kunnen niet een systeem maken waarin zowel een lymfeklier aanwezig is, een bloedbaan die lymfeklier draineert en immuuncellen vervolgens kan overbrengen naar een effector site, et cetera. Dus ja, in komende jaren zal voor die afzonderlijke componenten het steeds haalbaarder worden om die te modelleren in vitro. Maar het samenspel van die elementen, dat zal niet in de komende jaren in vitro kunnen worden nagebootst. En daarvoor zal proefdeelonderzoek nog steeds essentieel zijn. Het is daarbij ook belangrijk om na te gaan dat als we praten over immuuntherapie, we zijn zeer geïnteresseerd in de functie van geactiveerde afweercellen, bijvoorbeeld in de tumorsite. Maar die geactiveerde afweercellen die kunnen ook leiden tot bijwerkingen, tot bijvoorbeeld auto-immuunziektes. Dus daarvoor is het ook heel belangrijk om in proefdiermodellen te kunnen kijken. Stel dat we nu een bepaalde rem op het afweersysteem verwijderen, wat zijn dan de bijwerkingen van die interventie? Ja, er is een tweede vraag. What is the in Engels? What is the predictive validity of the various mouse models, including the ones you're using? Dus wat is de voorspelbaarheid van deze muizen? Ook misschien het verschil tussen de muis en het menselijk immuunsysteem. Ja, ik neem aan dat we gewoon in Nederlands verder gaan. Ik zal de vraag in Nederlands beantwoorden. Ik denk als ik kijk naar de immuuntherapieën zoals die ontwikkeld zijn over de afgelopen periode, dan denk ik dat we niet kunnen inschatten op grond van proefdierwerk welke immuuntherapie het meest effectief is. Ik denk dat we wel heel goed kunnen inschatten welke immuuntherapieën potentieel activiteit gaan hebben
in de kliniek. Er zijn duidelijk verschillen tussen muis en mens. Dus, en er zijn ook, ook afhankelijk van het tumormodel dat gebruikt wordt, et cetera. Dus je kan geen 100% predictie doen van activiteit in de klinische setting. Maar het is wel een zeer belangrijk filter om die interventie te definiëren die je vervolgens daadwerkelijk klinisch zou kunnen gaan testen. Dankjewel, Ton. Ik denk in verband met de tijd moeten we verder gaan. Er waren twee andere vragen met vergelijkbaar inhoud, maar ik denk we gaan naar de volgende spreker. Dankjewel. Dankjewel. De volgende spreker is Alexandra Badura. Ze is assistant professor neural network in het Erasmus Medisch Centrum. Even ter herinnering, we hebben een algemeen discussie op het eind, maar we eerst naar de volgende spreker. Nou, heel bedankt Christine en welkom iedereen. Goedenavond. Mijn naam is Alexandra, ik werk inderdaad bij de afdeling Neurowetenschappen Erasmus MC. En ik ga in de komende 15 minuten uitleggen waarom wij bij hersenonderzoek proefdieren nog steeds nodig hebben. Nou, eerst wil ik even kort uitleggen waarom hersenonderzoek zo complex is en waarom wij als maatschappij hersenonderzoek echt nodig hebben. Ten tweede ga ik twee voorbeelden laten zien waarin fundamenteel proefdierenonderzoek echt essentieel was om tot een behandeling in een mens te komen. Ten derde gaan we kort even kijken wat soort van vragen zijn neurowetenschappers en inclusief mezelf bezig om te beantwoorden. En tenslotte leg ik uit wat de alternatieven zijn. Dus wij hebben net een beetje gehoord van de discussie, heel interessante discussie met Ton. En ik ga naar een stapje verder. Ik ga ook bespreken voordelen en beperkingen van alternatieve proefdierenvrij onderzoek bij hersenonderzoek. Nou, dan laat ons beginnen. De hersenen. Het is echt een bijzonder orgaan. Wat maakt onze hersenen zo bijzonder is de processing units of de processing power van onze hersenen. Het bestaat uit miljarden neuronen, zijn de hersencelletjes. En die communiceren ook met elkaar. En dit verbinding tussen de twee neuronen kun je versterken of verzwaken. Dus jij kan eigenlijk denken dat elke van dit verbinding, en dat gaat aan quadrillionen van de verbinding, is een processor. Nou, wij zijn heel erg gewend om op dit manier naar een hersencel te kijken. Zo plaatjes zie je best vaak. Maar in realiteit zijn er tientallen verschillende neuronen met andere structuren. Dus hier kunnen jullie zien een Purkinje-cel. Dat is een neuron die bevindt zich in de kleine hersenen. Mijn favoriete hersenstructuur. Alexandra, we zien je scherm niet. Je moet heel eventjes je screen share. Oh, ik heb het niet gedaan. Oh, pardon. Mijn excuses. Nou. Nu denk ik wel. Ja, prima. Dankjewel, Rob. Nou, even kort. Ik denk dat jullie hebben dus alles van mij gehoord. Dus ik ga meteen naar mijn eerste dia. En ik had het over de hersenen en de complexiteit van de hersenen. Dus hier staan de aantallen die ik heb net gegeven. En wat ik zei is dat wij zijn heel gewend om dit soort van beelden te zien. Dus dit is een stereotypische, schematische neuroncelletje. Maar in de realiteit ziet het heel anders uit. En dit zijn de structuren van de hersencellen. En dit is een structuur van een Purkinje-cel in de kleine hersenen. Ik was net aan het vertellen dat dat is mijn favoriete hersenstructuur. Elke neurowetenschapper heeft er één. En dit is een pyramidaal cel. En zoals jullie zien, de structuur van die cellen is heel anders. En dat betekent ook dat ze verschillende functies hebben. En het verhaal wordt nog complexer. Want als je naar de binnenkant van een neuron kijkt,
dan zitten verschillende moleculen. Dus hier op het einde van de hersencel, van neuron, waar juist één neuron naar de andere contact maakt, zitten synapsen en daar zitten neurotransmitters, dus een kleine moleculen, die bepalen hoe de twee neuronen kunnen met elkaar communiceren. Nou, dus om alles te kunnen begrijpen hoe de hersenen werkt, hebben wij dus alle niveaus nodig. Wij moeten wel begrijpen hoe de moleculen werken, hoe ze in de cellen zich bevinden, hoe de cellen met elkaar communiceren in een hersengebied, in een hele hersenen, maar ook hoe dan het mogelijk is voor onze hersenen om de buitenwereld te begrijpen en onze gedrag aan te passen aan de buitenwereld. Dus wij hebben echt nodig om levende organismen te bestuderen. En we hadden net over het getal van neuronen en cellen in de humaan hersenen. Maar wat wij ook kunnen doen, is wij kunnen in andere dieren kijken. Omdat als voorbeeld alle zoogdieren, bij alle zoogdieren kunnen wij hetzelfde hersenstructuren vinden. En die zijn ook op dezelfde manier aangebonden. En daarom kunnen wij ze ook gebruiken als proefdieren. Maar dat is niet de eind van het verhaal, want wij gebruiken ook zoveel als mogelijk vissen en zelfs insecten. Dus het gaat ook afhankelijk van de vraag. Sommige vragen kunnen wij beantwoorden in vissen of in insecten. Nou, en waarom is het zo belangrijk? Waarom willen wij dat juist bestuderen op alle van de niveaus? Neurologische aandoeningen zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaak van lichamelijke en geestelijke beperking en de tweede belangrijkste doodsoorzaak. Het raakt mensen van alle tijden, kinderen tot ouderen. En in Nederland, 1/4 van Nederlanders hebben een hersengerelateerde aandoening en 1/5 van sterfgevallen is directe of indirecte gevolg van zo'n aandoening. De zorgkosten zijn ook belangrijk. 25 miljard euro per jaar, rond 25 miljard euro per jaar, wordt gegeven. Dus dat zijn allemaal redenen waarom het zo belangrijk is om dat te kunnen bestuderen. Nou, en dan kunnen we vragen, nou, jullie studeren dat heel erg lang. De bazaal onderzoek, neurowetenschappelijk onderzoek loopt al een tijdje. Wat kun je me laten zien? Wat zijn de dingen die je het hebt opgeleverd? En ik ga twee voorbeelden geven, alleen maar twee voorbeelden. In eerste instantie ga ik even spreken over deep brain stimulation of diepe hersenstimulatie. Hier in het beeld kunnen jullie zien hoe het eruit ziet in een patiënt. Dit is tijdens een operatie wordt een elektrode gebracht diep in de hersenen. En daardoor kun je een gebied van een hersenen stimuleren die beschadigd is door de ziekte. Het is nu gebruikelijk in Parkinson-ziekte, maar ook nu wordt het onderzocht voor depressie of obsessive-compulsive disorder. Nou, fijn. Maar hoe hebben wij het gevonden? Nou, om dit techniek te kunnen in de mens gebruiken, moesten we eerst belangrijke vragen beantwoorden. Eerst. Welke cellen doodgaan? Welke cellen zijn beschadigd? Hier kun je dat zien. Nou, hier zitten er geen cellen. Hier zitten er wel cellen. Maar wat soort van type cellen zijn? Wat doen die cellen in de hersenen? Hoe communiceren de cellen met elkaar en de rest van de hersenen? Welke stimulatie geeft een effect op gedrag? Welke stimulatie is veilig? En hoe kunnen wij deze procedure uitvoeren, technisch gezien? Alle van die vragen zijn mogelijk om te beantwoorden als je kijkt naar alle van de niveaus die we hebben net overgegaan. Tweede voorbeeld gaat over moderne antidepressiva. Rond 800.000 mensen in Nederland slikt medicatie voor depressie. En ik ga hier een voorbeeld geven van SSRI's, selectieve serotonine heropnameremmers. Nou, dat is echt een mondvol. Wat betekent het eigenlijk?
Het betekent dat er is een molecule serotonine, die zit in dit gaatje tussen, in het ruimte tussen de twee neuronen, tussen de twee hersencelletjes. En wat wij hebben onderzocht is dat als de niveau van dit serotonine hoger is in mensen met depressie, hoger gaat, dan worden de symptomen verbeterd. Nou, dus prima, dat kunnen wij dus doen met iets dat remt de afnemen van de serotonine van dit molecuul van deze ruimte. En nogmaals, wij moeten eerst beantwoorden, nou, hoe werkt serotonine überhaupt? Hoe kunnen wij dit niveaus van serotonine beïnvloeden en communiceren de cellen van de rest van de hersenen? En dat kun je ook allemaal doen op, in een proefdiermodel. Dus dat waren twee voorbeelden. Ik spreek graag meer voorbeelden met jullie tijdens de Q&A. Wat ik wil nu even snel aantonen is wat soort van dingen wij werken nu aan. De complete lijst staat ook op deze webpagina. Dus dat is de knw.nl actueel nieuws in inventarisatie onderzoeksmethode. Er staat echt meer vragen. Maar stel je voor als voorbeeld, wij willen onderzoeken wat is de functie of het nut van slaap. En jij zou bedenken, nou, waarom willen wij dat willen weten en waarom hebben wij proefdieren voor het nodig? Nou, er zijn ook heel veel slaapstoornissen. En als wij dat niet ook op gedragsniveau kunnen bestuderen, dan weten wij, dan weten wij niet hoe wij straks de slaapstoornissen moeten behandelen. Ik mezelf ben bezig van deze lijst met twee vragen. Hoe interageren het immuunsysteem met onze brein? En hoe ontstaan neurologische aandoeningen en hoe kunnen we ze voorkomen en verhelpen? En hier werk ik aan autisme. En nogmaals, wij gebruiken ook andere methoden. Ik ga nu in de komende dia over de alternatieven praten. Maar de proefdieren blijven essentieel voor die twee vragen, omdat wij moeten aan de moleculen kijken, aan verschillende hersengebieden en ook aan gedrag van de levende organismen. Nou goed, wat zijn de alternatieven? Er was een vraag over de organoïden. De iPSC-technologie, organoïden of organs on chips, dat is de naam. iPSC-technologie, even kort, is dat je kan van patiënten of mensen een stukje huidcellen opnemen of cellen uit de binnenkant van de mond. En van die cellen, ook van, van bloedcellen trouwens, en van die cellen kun je eigenlijk neuronen kunnen groeien. Of in een schaaltje of inderdaad als organoïde. En die zijn heel goed als wij willen specifieke celtypen bekijken. Als wij willen alleen maar dit Purkinje-cellen bestuderen of dit piramidelcellen die ik jullie heb laten zien. Dus als het een vraag is over een specifiek celtype of specifiek hersengebied, dan zijn ze prima om mee te werken. Maar er is geen interactie tussen andere organen, dus ook het immuunsysteem, die Ton was net aan het uitleggen. Bloedvaten groeien niet in grote organoïden. En het blijft kunstmatige ontwikkeling. En wat dat betekent vooral voor neuronen, is dat dit connecties die jullie hebben gezien, dus dat de neuron geeft zo'n hele specifieke structuur. Soms is de structuur in een schaal anders dan in een echte levende hersenen. De tweede methode die wij ook vaak gebruiken is niet-invasief onderzoek bij de mens. En dat is de, wat Christine even kort heeft overgegaan, de MRI, CT, fMRI methode. Dus dat zijn methoden met welke je kan levende menselijke hersenen in actie bestuderen. Nou, dat is echt prachtig. Wij gebruiken dat heel veel. Maar de nadelen van deze methode zijn dat het is eigenlijk onmogelijk om dat te bestuderen van, op het niveau van moleculen en cellen. Ten tweede
Veel van de technieken hebben lage temporele of spatiale resolutie. Dus of we kunnen niet de veranderingen in de actie, in de processen in de hersenen niet snel genoeg volgen. Of we hebben niet goede resolutie om naar hele kleine beperkte gebieden te kijken. Dus daarom heel veel mensen gebruiken ook digitale modellen, computermodellen. Ik doe het ook mezelf. Nou, en dat is ook prima, want wij kunnen op alle niveaus computermodellen doen. Van molecuul en populatie, omgeving. Maar net als met de andere methoden komen het nadelen. Door extreme complexiteit van onze brein. Dus onze brein is zo complex dat er is geen enkele model die kan de hele hersenen namaken in een computer. En dat komt ook door het feit dat er is gebrek van data uit biologische experimenten. Dus wij moeten eigenlijk meer experimenten uitvoeren om een computermodel te kunnen opbouwen. En tenslotte hebben wij ook invasief onderzoek bij de mens. En heel veel mensen zeggen dat dat mens is een perfecte proefdier om menselijke ziektes te bestuderen. Maar invasief onderzoek bij mens is heel ingrijpend en alleen ethisch gezien uitgevoerd in medische noodzakelijke situaties. Dus hier als voorbeeld, hier zien jullie een voorbeeld van een nieuwe methode. Dat is een functional ultrasound. Die wordt gebruikt om bloedvatten uit te tonen tijdens een operatie van een hersentumor. En de enige manier om dit nieuwe techniek te testen, is als er al iemand is die moet dit soort van operaties ondergaan. Dus, in mijn conclusie is dat lijnlevensystemen omvat echt een continuum van biologische organisatieniveaus, van molecuul tot cel, populaties en omgeving. En om onze neurowetenschappelijke vragen te kunnen beantwoorden, moeten wij technieken gebruik van maken die integreren de kennis van alle niveaus. En dat betekent dat nu en voor de voorzienbare toekomst proefdieren onmisbaar zijn bij neurowetenschappen. En met dit bedankt en ik geef het woord terug aan Christine en nogmaals mijn excuses voor de eerste technische probleem aan mijn kant. Mijn schuld als voorzitter. Dank voor een fantastische presentatie. We hebben een paar vragen hier. Ik wil één proberen, twee te combineren tot één. Eén luidt, de hersenen van kanaardieren zijn anatomisch en metabolisch verschillend van de mens. Is dat verschil te interpreteren in de dierproeven? Kan je dat oplossen met dierproeven? Hoe maak je een onderscheid voor medicatie voor kinderen en volwassenen? En in de anatomisch verschil, er zijn ook psychiatrisch of psychisch verschillen te vinden in natuurlijk muizen en mens. Hoe denk je dat aan te pakken? Dus inderdaad, in onze muismodellen kunnen wij... ik ga van de laatste vraag eerst beantwoorden en dan kun je misschien de eerste nog herhalen. Qua structuur. Dus ik werk als voorbeeld met muismodellen van autisme. En wij kunnen inderdaad zien, er was een prachtige studie die heeft gebruik van gemaakt met de technologie die je kan de functionaliteit, connectiviteit, dus hoe de hersengebieden zijn met elkaar gebonden in een muismodel van autisme en in een mensenautisme. En wij hebben gezien dat hetzelfde, er is een hypoconnectivity, dus er bepaalde hersengebieden zijn minder aan elkaar gebonden in een muismodel en in mensen met die aandoeningen. En dat zien we vaker. Ik heb ook zelf onderzoek gedaan waar als er schade komt tijdens de ontwikkelingsperiode aan cerebellum, daardoor ontwikkelen de muizen ook autistische-like gedrag. En dat is iets wat de klinische artsen zien in kliniek. Dat kinderen die rond geboorte
hebben schade bij cerebellum, lopen daarna verhoogde risico voor autisme. Dus dat is op de structureel niveau. Maar jij had ook een vraag over metabolisme. Kun je dat nog? Ja, dus het was niet alleen anatomisch, maar metabolisch zijn ze anders. En de vraag is, als je wil voor psychiatrische aandoeningen, hoe bewijs je in feite dat je diermodel relevant is? Je gaf een voorbeeld waar dat wel zo is. Maar bijvoorbeeld depressie of iets anders. Ja, dus het is nog. Het blijft moeilijk. Het is net wat Ton heeft gezegd. Er is nooit een 100% garantie dat wij van een diermodel meteen kan iets vinden die gaat 100% werken in een mens. Er zijn voorbeelden waar het wel lukt. Er zijn voorbeelden inderdaad waar het niet lukt, omdat er verschillen zijn. Maar wat wij weten is dat als we dat niet kunnen testen, dan kunnen wij ook nooit beperkingen van een methode herkennen. En ook de mogelijke bijwerkingen die soms levensgevaarlijk zijn. En daardoor, als het gaat over medicatietekort, is één model, proefdiermodel nooit genoeg. En daarom zijn ook toxische proeven heel erg van belang. Oké, dankjewel. In verband met de tijd, ik denk we gaan wel door. Dankjewel. We gaan bedankt. Nu naar Ron Fouchier, die gaat spreken over een heel belangrijk onderwerp op dit moment, COVID-19. Dankjewel voor de introductie, Christine. Ik wil het, dames en heren, met u hebben in de komende 10 minuten over nut en noodzaak van dierproeven voor infectieziekten. En natuurlijk ga ik daar focussen op de COVID-pandemie zoals we die nu meemaken. Wanneer we een nieuwe infectieziekte zien bij mensen, zijn de vragen die ons gesteld worden eigenlijk steeds dezelfde. De eerste vraag is natuurlijk, waarom worden we nou ziek van zo'n virus? Nou, dat lijkt voor de hand te liggen, maar soms kan zo'n virus een direct infect hebben, een direct lytisch infect bijvoorbeeld in een cel. Soms kan het een lokale ziekte veroorzaken, soms kan het ook een systemische infectie geven of een systemische ziekte. En soms wordt de ziekte ook nog versterkt door onze afweerreactie. Andere vragen die gesteld worden hebben betrekking op de behandeling en het voorkomen van infecties. En dat kan dan steeds op farmaceutische wijze of niet-farmaceutische wijze. Soms kunnen die vragen ook direct in mensen worden beantwoord, vooral dan de niet-farmaceutische benadering van het probleem. Maar als het nieuwe ziekte betreft en de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe medicijnen en nieuwe vaccins, worden vrijwel altijd eerst studies gedaan in diermodellen. Toen COVID-19 voor het eerst gemeld werd in Europa en een virusisolaat beschikbaar kwam uit Duitsland, werd er direct het virus getest in Java-apen in de samenwerking tussen Erasmus MC en het BPRC in Rijswijk. En van dit experiment leerden we al heel snel dat het virus lokaal longschade kan veroorzaken in primaten, getypeerd door een longontsteking, waarbij de longblaasjes rechtsboven zich vullen met oedeem en celinfiltraten, zoals mononucleaire cellen, rode bloedcellen, maar ook macrofagen en meerkernige cellen, zogenaamde syncytia. Ter plaatse van die longschade, die bovenin B te zien is, zien we ook virusvermenigvuldiging in panel G met de rode kleur aangegeven. En dat virus vermenigvuldigt zich, met name in de longblaasjes, in type 1 en type 2 cellen, in die lage luchtwegen. En dat is vergelijkbaar met SARS en MERS coronavirus. Maar wat een groot verschil is met SARS en MERS coronavirus, is dat dit virus ook vermenigvuldigt in het epithel van onze neus. Of in de neus van primaten in dit geval. En dit soort onderzoek laat dus ook in één klap zien wat de overeenkomsten zijn tussen een infectie als COVID en de verschillen. Bijvoorbeeld de overdraagbaarheid van dit virus, mogelijk via die replicatie in die bovenste luchtwegen. In 2003, tijdens de uitbraak van SARS, die u zich misschien nog herinnert, hebben we ook primaten gebruikt voor het onderzoek. Maar toen moesten ook nog postulaten worden bewezen. Toen was onduidelijk of een nieuw geïsoleerd coronavirus, wat in deel 1 hier te zien is,
of dat ook de veroorzaker was van SARS. Omdat in SARS-patiënten verschillende virussen werden teruggevonden. En op dat moment moeten we Koch's postulaten bewijzen, waarbij gesteld wordt dat het virus wat je isoleert uit patiënten, daarna, wanneer je daar nieuwe patiënten mee zou infecteren, opnieuw die ziekte kan veroorzaken. Maar dat kunnen we in dit geval natuurlijk niet uitzoeken in mensen. En wordt dan uitgezocht in primaten, waarbij we de ziekte proberen te repliceren. Het virus ook weer opnieuw geïsoleerd moet kunnen worden uit die proefdieren. En die proefdieren een immuunreactie moeten veroorzaken. En dus in dit geval waren die primaten cruciaal om te bewijzen dat een nieuw virus inderdaad die ziekte SARS veroorzaakt. Maar vervolgens konden in diezelfde proefdiermodellen ook direct de eerste geneesmiddelen worden gevonden. Terwijl er nog geen geregistreerde middelen zijn voor die ernstige ziekte. Bart Haagmans in Erasmus MC liet zien dat pechintron, wat door schering werd gemaakt op dat moment voor de behandeling van hepatitis, dat wanneer je dat pechintron profilactisch gebruikt, dus voor de infectie of kort na de infectie, dat het zowel de viruslood in die patiënten of in die primaten kon verminderen, het aantal virusgeïnfecteerde cellen en ook de ziekte, de histopathologische score, kon verminderen. Uiteindelijk is dit geneesmiddel voor SARS nooit gebruikt, omdat SARS niet heeft doorgezet. Dat konden we door quarantaine uitroeien. Maar we hadden dus wel heel snel, binnen enkele maanden, door die dierstudies een medicijn in handen waar we eventueel mee aan de slag konden. En diezelfde situatie hebben we nu met COVID. Onze collega virologen in de Verenigde Staten, Emmy de Wit en Vincent Munster, lieten zien dat net als in de Java-aap, ook in rhesusapen, het COVID-virus SARS-CoV-2 een luchtwegziekte veroorzaakt en een longontsteking. En zij gingen daarna heel snel door om een geneesmiddel wat al op de plank ligt, in dit geval remdesivir, wat ontwikkeld is voor de behandeling van ebola, om te laten zien dat dat geneesmiddel ook werkt tegen COVID in die apen. Zij lieten zien dat remdesivir een significante vermindering gaf van de ziekte, een verbetering van het longbeeld, minder virusuitscheiding, minder longlesies en minder effecten in de pathologie. En dit was de eerste aanwijzing dat het remdesivir daadwerkelijk werkte. En zoals we de afgelopen week hebben kunnen horen in het nieuws, is dit ook het enige geneesmiddel waarvan we nu weten dat het werkt in mensen. Wanneer we remdesivir toepassen in mensen, dan zien we dat mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, gemiddeld genomen 5 dagen eerder bijkomen van hun infectie en kunnen worden ontslaan uit het ziekenhuis. In de nabije toekomst gaan we veel onderzoek doen natuurlijk aan vaccins. En ook hiervoor zijn dierproeven absoluut noodzakelijk. Het is namelijk bekend dat andere coronavirussen, bijvoorbeeld coronavirussen van de kat, maar ook het SARS-coronavirus uit 2003... wanneer we daartegen vaccineren, kan in sommige gevallen een meer ernstige infectie ontstaan. Dus wat we proberen te voorkomen met een vaccin, namelijk een infectie, kan in sommige zeldzame gevallen worden verergerd door de vaccinatie. En de enige manier voor ons om dat uit te zoeken, is door gebruik te maken van proefdieren. En dat zullen we dus in de nabije toekomst herhaaldelijk gaan zien. Gelukkig zijn we daarbij niet meer helemaal aangewezen op die apen, omdat we natuurlijk met z'n allen keihard aan het zoeken zijn naar alternatieve, kleinere dierproeven. Daarvoor worden momenteel transgene muizen ontwikkeld die de SARS-coronavirus 2 receptor, ACE2, tot expressie brengen. Die kolonies met muizen worden momenteel opgegroeid om voor onderzoek te gebruiken. Maar gelukkig is ook recent aangetoond door diverse onderzoeksgroepen dat ook Syrische goudhamsters als model kunnen gelden. En dit is het plaatje wat ik nu laat zien, is van mijn collega Barry Rox en Bart Haagmans, die hier laten zien in die rode lijn dat wanneer je hamsters infecteert, die hamsters gewicht verliezen. En wat ik hier niet laat zien, maar wat ook zo is, is dat die hamsters een longontsteking ontwikkelen. En het mooie van dit soort modellen is dat ze natuurlijk veel makkelijker te gebruiken zijn. Bijvoorbeeld hebben mijn collega laten zien dat wanneer we plasma, bloedplasma gebruiken van geïnfecteerde individuen en toedienen aan die hamsters, dat dan die longontsteking en die gewichtafname kan worden overkomen. Dus door een transfusie van plasma kan je in principe die hamsters behandelen. En zoals u ongetwijfeld ook in het nieuws hebt gehoord, is dit ook een therapie die momenteel
wordt geëvalueerd in patiënten. Bijvoorbeeld in het Erasmus MC worden nu patiënten met COVID behandeld met het plasma van mensen die zijn genezen van COVID. Wordt er dan niet gewerkt aan alternatieven voor dierproeven? Ja, natuurlijk wel. Wij doen ook onderzoek aan organoids. Dit is onderzoek van Mark Lamers in de groep van Bart Haagmans op Erasmus MC in samenwerking met de groep van Hans Klevers in het Hubrecht Lab. En wat deze plaatjes laten zien is linksboven zijn humane airway organoidcellen of ex vivo explant cellen geïnfecteerd met SARS en SARS-CoV-2. En rechtsboven zijn intestinal organoids van Hans Klevers die ook permissief zijn voor dat SARS-CoV-2. Linksonder ziet u dan zo'n organoid, zo'n intestinal organoid met in panels E, F, G en H het virus wat in die organoids wordt geproduceerd. En in panels I, J en K het virus wat door die cellen van die organoids wordt uitgescheiden. Dus die organoids kun je wel degelijk gebruiken voor virusonderzoek. Sterker nog, je kan die organoids vervolgens gebruiken voor een gedetailleerde analyse van bijvoorbeeld onze aangeboren afweer, onze innate immune responses, door RNA sequencing te doen op die organoids zoals rechtsonder is te zien. Dus daar kunnen we prachtig wetenschappelijk onderzoek mee doen. Is heel erg belangrijk. En daar kunnen we dus heel veel van leren, maar ze zullen die dierproeven niet vervangen, omdat we daarvoor nog steeds die intacte organismen nodig hebben. Onderzoek met name aan echt het ziektebeeld en aan vaccins en medicijnen, daarvoor zijn intacte orgaansystemen nodig, waarbij meerdere orgaansystemen tegelijk actief moeten zijn. En dat lukt ons helaas nog niet in een kweekschaaltje op dit moment. Goed, een laatste diermodel wat ik met u wil bespreken is een model wat ontwikkeld is in de groep van Sander Herfst van in mijn team. Die doet onderzoek met fretten, omdat fretten geschikt zijn gebleken voor het doen van onderzoek aan overdracht, aan transmissie van virussen tussen dieren. Dit onderzoek werd gedaan door Mathilde Richard en Sander Herfst. Die deden dit experiment met COVID-19 in fretten, waarbij duidelijk werd dat het virus efficiënt kan worden overgedragen tussen twee fretten in eenzelfde kooitje, hier aan de linkerkant en ook hier aan de linkerkant. Maar dat het virus bovendien werd overgedragen over korte afstand door de lucht naar een fret in een kooi ernaast. En dat ziet u aan het panel helemaal rechts. Momenteel doen we natuurlijk onderzoek om deze fretten verder uit elkaar te zetten om over een grotere afstand die transmissie te kunnen meten. En dat doen wij omdat er momenteel in het publieke domein een enorme discussie gaande is, die u misschien heeft gevolgd, of dit coronavirus nu daadwerkelijk via aerosolen, de allerfijnste luchtdruppeltjes, wordt overgedragen, of slechts door de allergrootste druppels die je direct uithoest en uitniest. Dat onderzoek is nog gaande, maar voor dit soort onderzoek zijn ook geen alternatieve methoden beschikbaar. Daar werken we wel keihard aan. Maar op dit moment kunnen we dit soort onderzoek uitsluitend doen met dierproeven. En daarmee kom ik dan tot het eind van mijn presentatie. Ik hoop dat u overtuigd bent dat virussen nog altijd een belangrijke veroorzaker zijn van ziekte en sterfte bij de mens. Natuurlijk kunnen we dat grotendeels opvangen door het ontwikkelen van specifieke medicijnen en vaccins die dan een oplossing kunnen bieden. Alternatieven voor proefdieren, zoals celkweek, weefselkweek, orgaankweken, die leveren fantastische nieuwe inzichten op in de virologie. En daar moeten we vooral ook mee door blijven gaan om die te gebruiken en ontwikkelen. Maar helaas is het zo, en zal ook altijd zo blijven, dat voor een volledig begrip van het ziekteproces het intacte organisme vereist is. Vaak zijn die ziekteprocessen betrekken meerdere organen. En we hebben nu eenmaal geen in vitro systemen waarbij meerdere organen in het kweekschaaltje gekweekt kunnen worden. Voor evaluatie van vaccins en medicijnen blijven die dierproeven dus nodig. En bij een vaccin kan ik het voorbeeld heel eenvoudig geven. U krijgt normaal een spuit in uw bovenarm en u ontwikkelt dan een lokale afweerreactie. Vervolgens migreren de cellen via uw bloedbaan om elders te rijpen, bijvoorbeeld in de lymfklieren waar Ton Schumacher het eerder over had. En uiteindelijk moeten die cellen dan bescherming gaan bieden in de luchtwegen, in de neus, in de keel, in de trachea, in de longen. En we hebben dus geen kweekschaaltjes
waarbij we een multi-organoid kunnen kweken met een bovenarm en een bloedbaan en de luchtwegen in één systeem. Dus mijn conclusie is dat dierproeven cruciaal blijven voor de wetenschap, voor medicijnen, voor vaccins, maar ook voor basaal wetenschappelijk onderzoek. En daarmee wou ik afsluiten, Christine. Ik geef het woord terug aan jou. Dankjewel, Ron. Heel helder. We hebben een vraag hier specifiek voor jou. In die alternative dealmodellen, zoals de goudhamster, is een heel specifieke vraag. Zie je ook infectie in de bloedvaten? En ik neem aan, ze bedoelde trombose, waar bekend is dat patiënten aan overlijden. Dat is mij nog niet bekend van de hamster, eerlijk gezegd. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Soms zie je wel viremie in proefdieren, hè? Dus virus aanwezig in de bloedvaten. Maar of de stollingsproblemen die we zien in mensen, of die waar te nemen zijn in proefdieren, dat weet ik niet zeker. Ik wil wel opmerken dat iets is wat we niet in alle patiënten zien. En dingen die je niet in alle patiënten ziet, zijn in dierproeven altijd lastig na te boten. Hè? Dus ook slechts 1% van de bewezen geïnfecteerde individuen komt te overlijden. En dus als wij een proef doen met primaten, en dat zijn dan meestal kleine groepjes van 4 of 6 of 8 dieren, gaan wij dat dus niet zien, omdat wij daar voor onze groepen niet groot genoeg zijn. En dus net als bij het kankeronderzoek en het hersenonderzoek, moeten we ons dat steeds heel goed blijven realiseren, is dat de dierproeven die wij ontwikkelen steeds ontwikkeld worden om een heel specifiek item uit te zoeken. Heel specifieke pathogenetische effecten, maar niet noodzakelijk alles van de humane bevolking in één model kunnen omvatten. Dankjewel. In verband met de tijd, ik wil je vragen om de vragen in de Q&A's te beantwoorden. Dank je. Dat graag willen. We gaan door naar de laatste spreker, Jan Hoeymakers. Als je kan je screen share, Jan, als Ron uitgaat, prima. Dankjewel. Ja, ik hoop dat dit zo te zien is. Ja, prima. Oké, ja. Nou, de eerste dia die bevat de instellingen waar ik werkzaam ben en het feit dat ik ook geen financiële belangen vertegenwoordig in het verhaal wat ik ga geven. En het verhaal wat ik ga geven gaat over gezond oud worden en wat het belang is van dierproeven daarbij. En wat ik wil doen is eigenlijk het onderzoek van ons eigen onderzoek als voorbeeld nemen en de stand van de wetenschap heel kort weergeven. Beginnend bij een schilderij van Pieter Breugel de Oudere. Zoals het in de middeleeuwen eraan toe ging. Waarbij mensen niet zo oud werden. Dat kun je ook zien aan een detail hier van dat schilderij. Waar de dood rondwaart. En rijk of arm, iedereen was er evenveel de slachtoffer van. En dat in tegenstelling tot met de corona-infectie van tegenwoordig, waarbij je ziet dat al dat een sociaal verschil opleidt tot een grote verschil in overleving. Maar in de middeleeuwen werden de mensen niet zo oud. Nu, sinds 170 jaar, is de levensverwachting elke week en weekend erbij gekomen. Dus de gemiddelde levensverwachting die stijgt, we worden met z'n allen ouder, dat is goed nieuws. Maar er is ook een keerzijde. Want oud worden gaat gepaard met ziektes. Hart- en vaatziektes, diabetes, Alzheimer. Iedereen kent de lijst wel. En wat misschien nog soms wel erger wordt beschouwd, is het grijze haar en het kaal worden. Kijken naar de hoeveelheid geld, lijken de rimpels en de oude huid nog wel belangrijker te zijn. Dus veroudering gaat gepaard met heel veel ziektebeelden, die zich in de loop van het leven manifesteren. Nou is het eigenlijk het bijzondere is dat ons eigen onderzoek kon juist helemaal niet met oude mensen en veel voorkomende ziektes, maar met kinderen en hele zeldzame, uiterst raadselachtige aandoeningen. 1 op de miljoen komen die voor. Dus waarom zou je daar eigenlijk onderzoek aan doen? En ze hebben allemaal te maken met een aangeboren defect in DNA-reparatie. En ik zal laten zien hoe belangrijk dat onderzoek aan zulke zeldzame ziektes is. DNA-reparatie, ik heb geen tijd om dat uit te leggen. Laat ik even de ziektebeelden noemen, een paar, want er zijn er een heleboel, maar een paar eruit lichten, allemaal gekenmerkt worden door het feit dat patiënten met die ziekte, die zijn heel zongevoelig.
UV-stralen in het licht beschadigen de huid, de DNA in de huid, en die patiënten kunnen daar niet goed mee overweg. En een van die ziektes die heel zeldzaam zijn, xeroderma pigmentosum. En je ziet het eigenlijk al op een hele jonge leeftijd, als kinderen niet uitermate beschermd worden tegen zonnestralen, dan krijgen ze huidkanker in zonbestraalde gebieden op elke plek. En dit is nog maar een heel mild patiëntje uit Libanon, wat niet erkend werd, voordat hij 10 jaar is, heel veel huidkanker. Huidkanker is een van de gevolgen van DNA-beschadigingen en dat weten we inmiddels. Maar er zijn ook andere ziektes die een defect hebben in hetzelfde reparatieproces. En die kinderen hebben hele andere verschijnselen. Eentje heet Cockayne-syndroom. Die patiëntjes krijgen geen kanker, maar ze hebben daarentegen hele ernstige neurologische en ontwikkelingsstoornissen en een hele korte levensverwachting, 12 jaar. Dit is een Frans patiëntje, Baptiste, 3 jaar oud. Je ziet al dat hij neurologisch niet helemaal goed is. 4 jaar later, patiëntje blijft heel klein, heeft een bril nodig, oorapparaat nodig. Die kinderen kunnen niet lopen, kunnen niet spreken. Het is een progressieve ziekte. En bij Baptiste, het is 10 jaar geworden. En hier zie je een vergelijking met zijn zusje die 1 jaar ouder is. Dus je ziet ook hoe enorme groeiachterstand die kinderen oplopen. En op dit moment, tot voor kort, hadden wij daar helemaal geen medicatie voor. We keken ernaar, maar we hadden geen enkele mogelijkheid om die kinderen te behandelen. Een andere ziekte die het nog complexer maakt is trichotillodystrofie. Ze hebben allemaal afschuwelijke namen, het zijn ook afschuwelijke ziektes. Die kinderen hebben heel veel wat ook Cockayne-syndroom kinderen hebben. Maar daarnaast hebben ze iets heel bizars. Ze hebben broze haren, broze nagels, schilderige huid. Deze kinderen worden niet vaak niet ouder dan 5 of 7 jaar oud. Dus al deze ziektes ontstaan uit één en hetzelfde reparatieprobleem. Hoe kan dat? En een van de manieren om daar een antwoord op te vinden is om te kijken of je muisjes kan maken met precies hetzelfde defect als die kinderen. En dat hebben we gedaan. We hebben heel veel van die muizen gemaakt. Ik zal er eentje uitlichten. Dat is de TTD-muis. Hier had je het patiëntje en hier is de muis. De muis heeft hetzelfde kleine verschilletje in een DNA-reparatiegen wat de code XPD heeft. Er zit op plaats 722 normaal de code voor arginine in het eiwit. En door een puntmutatie, door een klein foutje, bij patiënten is daar een foutje, wordt er een verkeerd aminozuur ingebouwd, tryptofaan. En dan krijg je deze ziekte bij de mens. En als je dat doet bij de muis, krijg je deze muis. Die heeft ook broze haren, broze nagels, schilderige huid, zoals je ziet. Dus die muis is een heel goed model voor het ziektebeeld, althans in dat opzicht. Maar we waren niet zo geïnteresseerd natuurlijk in de harenproblemen, want die kinderen hebben wel ernstigere problemen. En toen we die muis gingen vervolgen, toen kwam er een eye-opener. Op dat moment had niemand dat voorzien. Die muizen werden grijs. Jee, zouden ze misschien aan het verouderen zijn? Dus we gingen veroudering bestuderen in muizen. Dat is een heel aparte tak van wetenschap. Want hoe gaat dat in zijn werk? In het laboratorium, niet in de natuur, kunnen muizen 3 jaar oud worden. Dus, en we gingen kijken hoe dat bij deze muizen ging. En inderdaad, ze kregen een bochel. Al voordat ze 1,5 jaar oud waren, kregen ze al botontkalking. Ze vermagerden, ze zagen er fragiel uit. We hadden een heleboel kenmerken die ook bij patiënten... We hebben zelfs kenmerken gevonden die in de muis te zien waren, die nog niet ontdekt waren bij die zeldzame kinderen. Dus, en inderdaad, die muizen verouderen in alle opzichten. Niet in alle lichaamsdelen, niet in alle organen. Een segment van veroudering is versneld. Dus muisjes en mensen zijn natuurlijk niet hetzelfde, maar de TTD-muis was een heel precies model voor het humane ziektebeeld. En TTD, tot op dat moment werd gedacht dat het een ontwikkelingsstoornis, maar nee, het is eigenlijk vervroegde veroudering die de ontwikkeling verstoort. Dus is eigenlijk de veroudering die je doet. En wat je bij muisjes kan doen, niet bij mensen, is je kan muizen kruisen. Dus wij dachten van, nou ja, we hebben deze repairmuis, de TTD-muis, die heeft veroudering. We hebben ook nog andere muizen. Laat eens kijken wat er gebeurt als je die twee met elkaar kruist. Dus hebben we een XPA-muis genomen en die hebben we gekruist met een TTD-muis. Dat staat hier. En dat was opnieuw een eye-opener. XPA-muis krijgt kanker, maar die veroudert nou ietsje sneller, maar niet heel veel. De TTD-muis veroudert, maar die heeft minder kanker. Die beschermt zich tegen kanker ten koste van te snelle veroudering. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar die muis kan nog 1,5 jaar worden.
Als je nou de dubbelmutant neemt, die heeft al een bochel als die 2 weken oud is. En die leeft maar 3 tot 5 weken. En als dit veroudering is, dan is dit versnelde veroudering. Dat was op dat moment was dat stappen te ver voor het verouderingsveld. Maar wij concludeerden dat de ernst van het reparatiedefect correleert met de snelheid van segmentale veroudering. Niet alle organen, maar wel een heleboel. En er is een dosis-responsrelatie. Dat betekent er is een kausaal verband. Dus dit was een muis met 2 defecten. Nu hebben we een muis gemaakt met 4 reparatiedefecten. Nou, deze muis, dat is de ESSC1-muis, die veroudert overal. Die veroudert in de hersenen, in het hart, in de spieren, in de lever, in de nieren, in de huid, in het immuunsysteem. Hij veroudert overal. En dat gebeurt bij normale veroudering ook. Je veroudert niet alleen in 1 orgaan, je veroudert over je hele lichaam. En dat laat zien dat als je spontane DNA-schade niet goed kan repareren, dat dit de gevolgen zijn. Dus eigenlijk laat deze muis al zien dat DNA-beschadigingen heel belangrijk zijn voor veroudering. En deze muis hebben we heel uitvoerig geanalyseerd op allerlei, in allerlei organen. Dus in de hersenen bijvoorbeeld. Daar hebben we gekeken naar de expressie van alle genen. En toen vonden we dat die genexpressieveranderingen in deze versneld verouderende hersenen van deze muis heel veel lijken op die van Alzheimer bij de mens. Dus we hebben daarmee gevonden dat eigenlijk dat deze muis, omdat die veroudert, de hoofdrisicofactor voor dementie in het algemeen is je leeftijd. En deze muis veroudert heel snel in zijn hersenen. Dus daar zie je dan een effect dat normale muizen nauwelijks vertonen, komt in deze muis meer tot uiting. En bedenken dat deze muis in de hele wereld de beste muis is voor dementieonderzoek. Voor Alzheimer, voor Parkinson, want voor al die dementieën is leeftijd de hoofdrisicofactor. En ik kom dadelijk dan nog een keertje op terug. Wat we ook vonden, en dat was opnieuw een hele belangrijke bevinding, toen we gingen kijken naar de organen van die muisjes die snel verouderen, vergeleken met de normale muisjes, die zijn genetisch identiek, hebben hetzelfde voedsel, worden hetzelfde moment geboren, optimale vergelijking, toen vonden wij dat die muizen die snel verouderen, die stoppen hun energie niet in groei, maar in het onderhoud, in reparatie, in weerbaarheid. En dat noemen wij een survival respons. En dat doen ze, denken wij, om langer in leven te blijven. Ze merken, het gaat te snel, die veroudering moeten we vertragen. Dus groei maar onderdrukken en kijken of je de weerbaarheid kan vergroten. En dat gebeurt ook bij dieetrestrictie. Als je weinig te eten krijgt, gaat het lichaam ook heel verstandig. Die weinig energie niet gebruiken voor groei, maar om je weerbaar te maken, om die periode van hongersnood door te komen. En dat noemen wij een survival respons. Maar die parallel met dieetrestrictie, die veroudering ook vertraagt, die bracht ons op het volgende idee. En dat staat hier, die muisjes die snel verouderen, die konden onbeperkt eten. Maar wat zou er nou gebeuren als je ze nou werkelijk op dieet zet? En toen gebeurde er dit. Dus dit is de overleving van muisjes, diezelfde muisjes die ik net liet zien. ESSC1, de vrouwtjes, de mannetjes, niet anders. Als ze onbeperkt kunnen eten, gaat de eerste dood bij 12 weken en de laatste is bij 27 overleden. Dat is de normale levensverwachting van die muisjes. Leven ongeveer een half jaar. De andere helft van de vrouwtjes hebben we op dieet gezet. Vanaf week 7 kregen ze zeg maar 30% minder te eten. En toen gingen we kijken wat er gebeurde. En ze leefden 3 keer zo lang. Dus ja, we weten dat dieetrestrictie veroudering vertraagt. Bij normale muizen gebeurt dat ook. Maar niet 200%. Dus dit was een eye-opener. En ze leven niet alleen langer. We hebben alle organen die we onderzocht hebben, die we konden onderzoeken, hebben onderzocht. En allemaal vertoonden ze vertraagde veroudering. En dat kan ik het beste laten zien aan het zenuwstelsel. Want deze muizen verouderen het meest nog in de hersenen. En ik hoop dat dit filmpje werkt. Deze muis zijn 2 broertjes, zusjes, hetzelfde moment geboren. Deze kon onbeperkt eten en je ziet al, hij kan moeilijk lopen. Hij schokt. Hij heeft van die onwillekeurige spastische bewegingen, omdat de zenuwen niet zo goed die spieren meer kunnen aansturen. Hij kan niet meer, zeg maar, glooiende bewegingen. Hij kan zijn evenwicht niet meer bewaren. Hij lijkt ook veel op Parkinson.
heel veel elementen van Parkinson. En deze muis, die staat van week 7 op dieet. En je ziet, die denkt, ik krijg eten, dus hij is heel enthousiast. Maar neurologisch in een veel betere staat. En als je naar dit volgende filmpje kijkt, wanneer we die muizen testen op een rotorot, op een as die gaat ronddraaien. Degene die van daarnet op dieet en die andere die onbeperkt kon eten. De wildtype op dieet en deze dikke, dat is de wildtype muis die kon onbeperkt eten. En ik ga het filmpje. De eerste ronde gaat deze muis er al af. Net kon je ook al zien, hij kon niet lopen. 3 minuten later is de dikke muis er inmiddels ook al afgerold. En nu gaat de wildtype muis er vanaf. Nou, in dit filmpje toevallig dat de wildtype net eerder ging dan de ESCC-muis. Maar je ziet het effect van voeding op dit ziektebeeld is enorm. Deze muis valt er bij de eerste ronde al af en die blijft er nog tot het laatst op zitten. Dus dieetrestrictie werkt beter dan welke medicatie dan ook in dit muismodel. En als het zou gelden voor patiënten in plaats van 12 gemiddeld, zouden ze 36 kunnen worden. En in een veel betere conditie zijn. Maar ja, een muis is geen mens en deze patiëntjes zijn heel kwetsbaar. Het nam 2,5-3 jaar in beslag voordat we erin slaagden om doktoren, diëtisten te van overtuigen om te kijken of het bij kinderen misschien ook zo zou zijn. En dit is nog niet gepubliceerd, maar dit is Emma, een patiëntje. Je ziet het al aan de broze haren. 6 jaar oud. Kan, net als al die kinderen eigenlijk, kan niet lopen, praten, lezen, schrijven. Ze heeft ook heel weinig eetlust. Ze krijgt bijna alles gewoon dertstreeks in de maag, 1150 kilocalorie. Kan nauwelijks kruipen en de motoriek is net als dat muisje van daarnet heel schoksgewijs. En toen, begin 2018, kreeg Emma tremors, die rillingen die je net ook bij die muisjes zag. Ze kon geen 2 duploblokken meer op elkaar krijgen. De ziekte is progressief, de prognose is heel ongunstig, de ouders waren heel ongerust. Namen contact op, want ik had ze al een keertje eerder uitgelegd wat ons onderzoek liet zien. En samen met hun dokter hebben we besloten om toch eens te kijken wat er zou gebeuren als we dat 1150 in stapjes van 100 geleidelijk naar 850 zouden afbouwen. En je kan altijd terug, dus het is eigenlijk niet een hele gevaarlijke proef om te doen. En toen gebeurde er dit. In 12 dagen tijd kon ze de duploblokjes weer om elkaar krijgen. En een paar maanden later kreeg ik een filmpje wat ik nou niet kan laten zien. Maar ze kon gaan, ze liep. Ze kon zichzelf, ze kon er evenwicht bewaren en ze kon zelf vooruitlopen. Dus het is niet alleen dat de achteruitgang is gestopt, maar ze is zelfs spectaculair verbeterd. Ze loopt nou zelfstandig. En begin van vorig jaar, toen begon ze zelfs haar naam te schrijven, Emma. Een kind wat een jaar tevoren zo erg trilde dat het niet eens duploblokken meer op elkaar kon stapelen. Die kan nu beginnen te schrijven. En Emma heeft weer eetlust. Het is zo, helemaal niet zo dat ze honger lijdt. 640 van de 850 kilocalorieën krijgt ze nu gewoon van zichzelf binnen. Maar de rest krijgt ze nog extra. In 2 weken tijd verdwenen de tremors. Ze kwamen weer terug toen ze meer moest eten van de diëtiste omdat ze wat gewicht verloor. En toen ze weer stopte ermee, ging het weer weg. Dus er is echt een direct verband met voeding. Ze gaat enorm vooruit. Ze is veel interactiever, geïnteresseerd, oplettend, exploratief, leergierig, goed gemutst. Ze kan nu lopen zonder hulp. Ze spreekt, ze telt, ze antwoordt. Ze kan haar naam beginnen te schrijven. Want tevoren kon ze alleen maar onverstaanbare klanken. Nu kan ze 1, 2, 3. En ze heeft geen luiers meer nodig. En al 2 jaar is de gezondheid stabiel. Dus Emma is het eerste DNA-syndroompatiëntje dat baat heeft van bazaal onderzoek. En dit belang van dit onderzoek overstijgt verre dat van die hele zeldzame kinderen met die verouderingssyndroom. Want die calorische restrictie en die survival response, die beschermt niet alleen die kinderen, maar die beschermt enorm tegen ischemie-reperfusieschade die bij elke chirurgie en operatie wordt een tijd lang de bloedtoevoer afgesloten naar het gebied waar de chirurg gaat opereren, want anders zit hij in een bloedbad. En als dat afgelopen is, krijg je dat gebied wat een hele tijd geen zuurstof had, dat krijgt weer nieuw zuurstof. En dan krijg je heel veel zuurstofradicalen. En het bizarre is, als je voor de operatie vast, dan is je lichaam veel meer in staat om antioxidantsystemen op te reguleren en
die inval van radicalen te weerstaan. Dus dit is heel belangrijk, denken wij, en er gaan nu klinische trials zijn er al begonnen om dat te onderzoeken, om te weten of dat vaste en dieetrestrictie voor een operatie, voor orgaantransplantatie, het orgaan en de lokale veroudering die door ischemische perfusie ontstaat, om die te voorkomen. Ook die survival response, die remt de groei, die verhoogt weerbaarheid en verlaagt daardoor, denken wij, de bijwerkingen, de lange en de korte termijn bijwerkingen van chemotherapie en radiotherapie voor alle kankerbehandelingen. En daar zijn ook klinische trials mee nu begonnen. En we denken ook, en daar moeten we nog verder onderzoek aan doen, maar daar hebben we al heel sterke aanwijzingen voor, dat vaste en die survival response ook het zenuwstelsel speciaal beschermt en beschermt tegen eiwitophoping, die belangrijk is voor Alzheimer, voor Parkinson en andere vormen van dementie. En daar zijn muisstudies op dit moment gaande die dat al aantonen. Dus we denken dat het ook zich vertaalt naar neurodegeneratieve aandoening. Dus zoals het bij Emma het geval was. Dus vanuit onderzoek dat met een hele zeldzame ziekte begon, en waarbij muizen essentieel waren om tot dit inzicht te komen, hebben we nu een punt bereikt waarbij we het welzijn van een groot deel van de wereldbevolking denken te kunnen verbeteren. Simpelweg niet met een heel duur medicijn, maar met simpelweg minder te eten. Onderzoek begon aan uiterst zeldzame aandoeningen bij kinderen, maar het is nu zich uitgebreid en het geeft waarschijnlijk, dit inzicht was totaal ondenkbaar dat we dit ooit hadden gevonden zonder dat we dat onderzoek met muisjes hadden gedaan. Dus onderzoek, niet een lijkje, maar een kijkje in ons laboratorium. Dat onderzoek dat was heel belangrijk wat betreft muizen, want zonder dat was het onderzoek nooit zo ver gekomen. En dit zijn mensen die eraan hebben bijgedragen. Ik heb niet de tijd om ze allemaal de credits te geven die ze verdienen. De onderzoeksfaciliteiten en organisaties die het hebben gesubsidieerd. En dit is Emma die heel belangrijk was om de stap van muis naar mens over te zetten. Ik geef graag het woord weer terug aan Christine. Dank je, Jan. Je vertelt dit altijd zo boeiend. Het is heel belangrijk onderzoek. We hebben een specifieke vraag voor jou. Zijn er alternatieven voor voedselrestricties denkbaar? Bijvoorbeeld speciaal laag-calorisch ontwikkeld voeding? Ja, dat is een hele goede vraag. En daar zijn we ook onderzoek aan het doen. Maar op dit moment is de stand van het onderzoek, er zijn ook DIA-mimetics, dat zijn stoffen die dieetrestrictie zouden kunnen nabootsen. Nou, in onze experimenten komen die stoffen echt heel erg teleurstellend uit de verf. Dus wij denken dat we daar nog een hele weg te gaan hebben. We zijn ook de samenstelling van voeding aan het veranderen. Ook dat kun je in muisjes heel snel en goed uitzoeken met behulp van deze muisjes. By the way, wat ik vergat te vertellen, omdat bij ons de muizen heel snel verouderen, hebben wij ook maar heel weinig muisjes nodig en voor een korte tijd om te zien of er een effect is. Als je die proeven moet doen met normale muizen, dan moet je 10 tot 100 keer zoveel muizen nemen. En dat duurt ook 4 jaar. En wij kunnen met 8 muizen, kunnen wij al meteen na 20 weken een verschil zien. Dus het bespaart heel veel muizen om het onderzoek met deze muizen te doen. Maar we zijn dus ook bezig om die samenstelling van voeding te veranderen. Maar onze conclusie op dit moment is dat je gezond voedsel minder moet nemen, is veel, veel effectiever dan wanneer je gaat proberen de balans van vetten, eiwitten en koolhydraten om die te veranderen. Dan krijg je ook al wat effecten, maar dan krijg je weer andere problemen. Dus wij denken op dit moment dat echt de meest sterke reactie ontstaat door inhoud van de voedingswaarde, de calorieën, om die te verminderen. Ja, dat was 1 opmerking. Moeten we niet met z'n allen minder eten? Dat is een hele, dat is denk ik een hele belangrijke. Ik ga je toch wel onderbreken, Jan. Ik denk eigenlijk dat we kinderen, als je consultatiebureaus, die hebben van die curves van gewicht en lengte. Die curves moeten volgens mij echt naar beneden. En bij muisjes kun je dat ook uitzoeken. Dat hebben wij niet gedaan, maar dat is weer door andere onderzoekers gedaan al een tijdje geleden. 2 nestgrootte nemen, muisjes met 12 pups en moedermuisjes en met 6. Degene met 6 hebben meer melk, dus na het spenen wegen die meer dan de muisjes met 12, nest van 12.
Naar de hand kunnen ze eten zoveel ze willen. Dan krijg je dat die van 12 worden even zwaar als de muizen die met 6 in een nestje waren. Maar op het eind leven die van 12 langer dan die van 6. Dus wij denken, en ze blijven ook langer gezond. Dus wij denken dat het wel degelijk heel belangrijk is. We hebben eigenlijk een aangeboren neiging om te overeten. Want vroeger in de natuur, toen er geen koelkast en supermarkten waren, als er voedsel was, nam je meer dan je nou per se nodig had, want wie weet had je morgen niks. Maar nu hebben we continu voedsel. Dus voor ons is het nu eigenlijk, leven we in de wereld dat we eigenlijk voortdurend de neiging hebben te veel te eten. En dat is slecht voor je gezondheid. Ja, dankjewel. Ik wil eerst alle sprekers danken namens de KNW. Maar door naar een algemeen discussie. Dus misschien wil alle sprekers hun videoscherm aanzetten. Ik wil alle sprekers ook vragen om heel specifiek vragen voor hun te beantwoorden in de Q&A. Maar we hebben een aantal algemeen vragen. Zou het niet beter zijn in plaats van ontmoedigen van dierproeven te stimuleren die alternatieven? Was een vraag van een paar mensen. Wie wil daarop ingaan? Ron, ik raak je microfoon aan. Ja, dankjewel, Christine. Nou, natuurlijk moeten we alternatieven voor dierproeven blijven stimuleren. De vraag is alleen in welke mate. In Nederland is gesteld dat we zoveel die dierproeven alternatieven moeten stimuleren, dat we over 10 jaar de dierstudies in zijn algemeenheid kunnen uitfaseren. Dat is denk ik wishful thinking. En zo moeten we dus ook niet investeren in de alternatieven voor dierproeven. Wij proberen juist vandaag te laten zien dat er voor sommige problemen nooit alternatieven voor dierproeven zullen komen. En dus zal er altijd ruimte moeten blijven, in Nederland ook, voor dierproefonderzoek. Natuurlijk is er geen van ons is tegenstander van het subsidiëren van organoid, ex vivo, explant cultures, allerlei prachtige systemen, mensgebonden onderzoek natuurlijk. Maar niet ten koste van ander gangbaar onderzoek waarmee levensreddende therapieën worden ontwikkeld. En Nederland is natuurlijk niet een big spender als het gaat om research. Dus op het moment dat je gaat investeren in proefdiervrij onderzoek, gaat dat ten koste van het kankeronderzoek van Ton of het verouderingsonderzoek van Jan. En dus daar moeten we heel voorzichtig in zijn. Natuurlijk zijn we voor stimuleren van alternatieven, maar in beperkte mate en niet ten koste van lopend onderzoek. Ja, dus dankjewel. Er zijn ook vragen over de vergelijking tussen alternatieven, menselijke alternatieven, en ook menselijk weefsel. Dus de wet in Nederland, er is een zekere restrictie aan toegang tot menselijk weefsel voor onderzoek. En dat, een van de vragen zegt dat is iets wat ontbreekt, ook voor zeldzaam ziektes. Maar er is ook misschien een reden om te denken, we moeten in vitro modellen maken van de muizen. Want dat is het enige systeem waar we kunnen in vivo en in vitro vergelijken in identiek genetische achtergronden. Is iemand die daar wil iets over zeggen? Alexandra? Ja, dat is inderdaad wat wij echt hard bezig al zijn. Als bijvoorbeeld bij Erasmus MC is een hele divisie binnen een ENCORE. Dat is een centrum van expertise voor neurodevelopmentale ziekten. En daar hebben ze PRISM, waar ze testen van wat soort van type mutaties bestaan in patiënten, in mensen met aandoeningen. En dan doen ze juist muizen, niet alleen maar muizenmodellen, maar eerst kijken ze in cellijnen, in een schaaltje. En daarna kijken ze ook, doen ze ook de soort van in vivo ook in een muis. Maar dus dit soort van onderzoek bestaat al. En heel vaak, vooral voor organoïden, meeste organoïden komen eigenlijk ook voor hersenen, moet ik zeggen, hersenorganoïden komen nog steeds ook van muizen. Muizencellen, want die kunnen wij. En dan kunnen wij ze vergelijken hoe dat inderdaad werkt in een organoïde van een muis en in een levende muis. Dus inderdaad, en dit onderzoek loopt al, dat zijn we mij al
mee bezig. Prima, dankjewel. Er is een kleine correctie van het ministerie van LNW. De Nederlandse overheid stelt niet meer dat proefdierenonderzoek in 2025 moet worden uitgefaseerd. Wel steunen we naar een zo veel mogelijk alternatief worden ontwikkeld, gevalideerd en gebruikt. Dus een kleine correctie. Ja, er zijn verschillende casussen, er zijn specifieke vragen. Er is een vraag hier, speelt de microbiome hierbij een belangrijke rol bij de gerestricteerd eten? Heb je dat kunnen onderzoeken, Jan? En we nemen aan dat de muismicrobiome anders is dan bij dat van Emma. Speelt dat een rol? Ja. Ook een hele goede vraag. Wij doen samen met de Wageningen Universiteit onderzoek aan het microbiome. En inderdaad, het microbiome van deze muis is al anders dan dat van snel verouderende muizen, verschilt van dat van gewone muizen. Wat we ook zien is dat dieetrestrictie zelf ook een invloed heeft op het microbiome. Het microbiome is zo ingewikkeld, er zitten zoveel verschillende bacteriën die daar een rol in spelen, het is nog niet zo makkelijk om zeg maar, daar eenduidig uit conclusies te verbinden. Die proeven zijn op dit moment gaande, dus ik heb daar verder nog niet heel veel informatie over wat dat uiteindelijk gaat opleveren. Maar het is zeker iets wat bijzonder aandacht krijgt in verschillende laboratoria om te kijken wat de invloed van het microbiome is. En voeding op het microbiome en veroudering. Ja. Ik denk, er zijn een paar andere vragen in de Q&A. Misschien ronden we binnenkort af, maar er is nog één vraag. Die is nu even verdwenen door een andere vraag. Wat is de waarde van een dierlijk leven ten opzichte van een mensenleven? Ik denk de vraag is bedoeld, hoeveel dieren kunnen we opofferen voor mensenleven? Of misschien was dat een dismissed. Jan, je wilde wat zeggen? Ja. Je kunt de vraag ook in een iets andere vorm gieten van dierlijk leven van een proefdier versus dierlijk leven ten opzichte van een economisch belang. Want daar hebben we geld voor. Varkens, kippen, noem het maar op. Mensen die vlees eten, ik probeer dat zoveel mogelijk te beperken, maar mensen die vlees eten, daar heeft het leven een bepaalde economische waarde. Dan als je een dier proeft ten opzichte van de dieren die daar het leven laten, soms ook met een veel mindere kwaliteit van leven dan de dieren in het laboratorium, dan is daar ook een disbalans. En hoe dat nou, wij werken aan hele zeldzame zieken. Je had kunnen zeggen, ja, die kinderen, 1 op de miljoen, stumpers, laat ze. Maar dit onderzoek heeft laten zien wat de basis van veroudering is. En die geeft de mogelijkheid voor Alzheimer en Parkinson, die bij 15 miljoen mensen in de wereld voorkomt. Uit dat onderzoek kun je ook heel moeilijk voorspellen wat uiteindelijk de resultaten zullen worden. En bovendien, als je kennis hebt opgebouwd, die kennis is er voor altijd. Die is er voor de komende 100, voor de komende 1000 jaar. En er zijn geen nieuwe dieren meer voor op te offeren. Die dieren die hebben hun geld eigenlijk, denk ik, daardoor heel erg veel opgeleverd. Dus ik denk dat je die vergelijking zou je eens op andere niveaus ook moeten maken. En dan kijken waar kom je bij uit. We gaan naar een laatste vraag. Als er minder dieronderzoek in Nederland gebeurt en meer in het buitenland, hoe waarderen en accepteren we dieronderzoek in het buitenland? En dat is waar we bang voor in Nederland zijn. Hoe strenger de restricties hier zijn, hoe meer onderzoek in het buitenland, waar we minder zicht op hebben en minder controle, dat dit gebeurt op onze waardes en normen. Wie kan ik vragen om daar een opmerking te maken? Oh, iedereen. Ron, we laten jou de laatste woord. Nou, ik denk dat de patiënt het niet uitmaakt waar zijn medicijn vandaan komt. Hè. Of Jan dat maakt, of een Engels onderzoeker. Dat zal de patiënt om het even zijn. Maar voor onderzoek in Nederland worden we natuurlijk sterk achtergesteld wanneer wij geen dierexperimenten meer mogen gebruiken. En in België en Duitsland gebeurt dat wel. En we zullen dat ook uitlezen aan de farmaceutische industrie die zich vestigt in ons land. Ons land is al niet het meest populaire voor wetenschappelijk onderzoek,
door andere wet- en regelgeving. En wanneer wij het dierproefwerk moeilijker maken dan in het buitenland, dan zal dat onderzoek zich eenvoudig verplaatsen. En voor de patiënt maakt het niet uit, maar voor BV Nederland en voor onderzoek in Nederland natuurlijk wel. En als ik mag nog iets toevoegen aan wat Ron heeft zo mooi gesproken. Ik denk, we hadden het net over een ethische vraag. En het is ook een vraag van, stel je voor dat het onderzoek gaat naar de landen waar het niet zo streng wordt gecontroleerd over dierenonderzoek. Dan is het ook een vraag van een ethische kant. Van, is het ethisch zien om tienduizenden dieren daar ergens anders laten testen. Christine, jij hebt in de eerste slide heel duidelijk gezegd dat in Nederland is de wet heel sterk, streng. Dus wij moeten allemaal, alles moet geregistreerd zijn. Ja. En alles moet goed en keurig geregistreerd worden. En dat is ook een punt waarom wij willen, bovenop wat Ron heeft al gezegd, willen aandacht besteden. Dankjewel, dat is het laatste woord. Onze tijd is op, hoe je dat zal zeggen. Ik zou iedereen willen bedanken, ook de deelnemers online. We waren op een gegeven ogenblik tot 300 mensen. Er beginnen nu mensen aan de koffie of de borrel of wat ze ook willen te gaan. Dus we willen afscheid nemen van iedereen en dank de sprekers. Niet te veel eten, hè? Nee, ik zei niet het eten weer. De KNW voor dit organisatie en misschien wel tot ziens allemaal. Dankjewel.